Ik sprak net met Anko Jansen, die zei het was niet goed, het was misschien slecht. Hij was ook wel een beetje geschrokken misschien. Maar aan de andere kant zei hij van misschien zijn we allemaal wel niet zo goed als dat we dachten. Wat vind jij? Nou, ik vond het eerste uur oké. Dus dat vond ik zeker niet slecht. En natuurlijk moeten daar dingen beter. Maar dat is volgens mij ook heel logisch dat je pas 2 weken in training bent. Je ziet duidelijk dat wij zijn een ploeg die het moet hebben van stamien en vastigheid. En dat is training in mijn beleving. En veel wedstrijden spelen. Nou, dat hebben we de afgelopen 5 maanden niet gedaan. Dus ja, we moeten even op gang komen. En dit soort uitslagen is heel vervelend. Laat er geen enkel misverstand over bestaan. Hè? Want 1-4 en 2-5, dat is veel te hoog. Maar over het eerste uur, dat vond ik eigenlijk wel een gelijkwaardige wedstrijd. Met misschien iets meer kansen voor Groningen dan voor Emmen. Maar daar heb ik echt wel goede dingen gezien. En nogmaals, dat dingen dan beter moeten en dat we beter kunnen, ja, dat is ook helder. Wat was je dan wel tevreden over in het eerste uur? Nou, ik vond dat er duidelijk verbetering zat in de onderlinge afstanden. Dus we hadden de boel beter op orde. De tegenstander had beduidend minder ruimte op middenveld. Jij vergelijkt het dus een beetje met die wedstrijd van afgelopen vrijdag tegen Cambuur. Ja. Dat daar verbetering in zit. Ja. Ja. Zo moet je volgens mij ook kijken. Je kijkt naar de wedstrijden die je speelt. En dan hebben we gisteren geprobeerd om de boel weer te beïnvloeden. Te verbeteren ten opzichte van afgelopen vrijdag. Nou, ik vind dat gelukt is. En nogmaals, dan kunnen wij nog veel beter dan dat we hebben laten zien. Maar er zit wel een stijgende lijn in. Ja. Alleen... Ik weet niet of je dat met me eens bent. Kom je te weinig tot een fatsoenlijke, lekker lopende aanval? Ja, we hebben te weinig kansen gecreëerd. En dat heeft te maken met het feit dat Groningen heel erg ver terug stond in een blok, een goed blok. Ja, daar moet je investeren. Ik heb in de pauze ook gezegd van kijk, je moet ze laten lopen. Je moet ze aan het bewegen brengen. Nou, dat hebben we, vind ik, onvoldoende gedaan. Het tempo lag misschien wel iets te laag. Dus dat moet beter en we moeten meer diepte in ons spel hebben. Ja, alleen hoe krijg je diepte in je spel? Nou ja, door gewoon te lopen. Kijk naar de goal, dan gaan we gewoon lopen en Kerst legt die bal erachter. Ja, bal is niet goed, maar er ontstaat wel een misverstand. En die kan Glenn in een lege goal tikken of op een of andere met de keeper in tikken. Het is ook gewoon doen. Ja, dat blinde gaan, zeg maar. Hè? Nou, ik vind dat niet blind. Want nee, dat maar is... soms doe je dat toch? Gewoon een beetje opportunistisch zijn ook. Nou ja, gewoon speculeren op iets. En nou, goed, dat kan Glenn natuurlijk als geen ander. En dan moet je daar ook op spelen. Maar heb je dat te weinig gedaan, vind jij dan? En dat is ook logisch, omdat je tegen een ploeg die heel dicht op de eigen goal staat, dat je denkt van ja, als ik loop, dat ligt geen ruimte voor mezelf. Maar soms moet je lopen om de tegenpartij aan het lopen te krijgen en moet je het lopen voor anderen. Dus dat is ook weer een kwestie van trainen en op het trainingsveld dingen inslijpen. Ja, laatste half uur. Wat moeten we daarover zeggen? Nou, dat het identiek is aan afgelopen vrijdag en dat het verval veel te groot is. Dus ja, weet je, we zijn niet zo breed als dat we hadden gehoopt. Ik vind ook dat de jonge jongens die erin kwamen, weet je, daar moet je wel niet te kritisch op zijn aan de ene kant. Aan de andere kant ook, kijk, er vallen weer goals binnen. Dat kan op dit niveau gewoon niet. Dat moet ook heel duidelijk zijn. Dus daar moeten we aan blijven werken. Ja, Nicolai Lausen viel in de eerste helft uit. Wat mankeert hij? Ik heb Nicolai nog niet gesproken. Maar leek het op? Ja, weet ik ook niet. Oh. Hij ging eraf, hij had last en ik heb onze medici nog niet gesproken. Dus dan moet je het antwoord schuldig op blijven. Ja, weet je inmiddels al wel hoe lang Sergio Peña niet inzetbaar is? Nou, daar hebben we over gecommuniceerd, hè, richting jullie. Dat valt mee. Klopt. Maar dat werd gezegd een beetje een week tot 3 weken. Maar misschien al iets meer. Nee, dat is koffiedik kijken. Sergio wordt nu op en top behandeld, veel behandeld. Ja, dus we gaan zien hoe snel dat gaat en we doen dat zo snel mogelijk, maar we betrachten wel, we nemen geen enkel risico met hem. Nee, voor ons gevoel begon je vandaag met een sterke opstelling. Hè? Is het de sterkst mogelijke opstelling waarmee je begon? Of is dat wel een beetje het idee zeg maar, in die voorbereiding? Laat ik het dan zo stellen. Nou ja, kijk, we hebben vrijdag geprobeerd met 2 gelijkwaardige teams. Nou ja, zover zijn we nog niet. En dus gaat het er nu ook om jongens aan elkaar te laten wennen. Want wat ik al zei, we hebben een ploeg die samenspeelt. Dus ja, dat moet je ook trainen en dat moet je ook in wedstrijden oefenen. Dus of het de sterkste 11 is, ja, dat weet ik niet. Cola viel in de pauze in. Maar we hebben zeker wel gekozen voor een ploeg die heel veel weerstand kon bieden. Ja, zaterdag, volgende testcase. Ga je dan op dezelfde manier door? Ja, weet ik nog niet. Weet je ook met het na een uur wisselen, dat principe? Ja, even kijken hoe iedereen ervoor staat. Ik ben er niet zo van om in het algemene te blijven, want ik denk dat bijvoorbeeld Glenn Bijl heel erg fit is. Misschien kan hij wel 90 minuten spelen, maar dan gaan we even in overleg met de medische staf. Goed, niet zo negatief zijn dus. Dat is de conclusie nee, van vanavond. Nee, ook niet te positief, want daar hou ik ook helemaal niet van. Als je met 2-5 verliest en 1-4 verliest, ja, dan kun je onmogelijk vrolijk zijn en tevreden zijn. Maar wij moeten doorgaan met wat we doen en dat doen we.